Het was Lut, mijn Nederlands lerares, die het project me voorgesteld heeft. En ik realiseerde me dat mijn passie voor lezen afgenomen was. En dus ik besloot deel te nemen in het project. Om mijn gewoonte weer op te pakken. En mijn passie voor boeken delen met anderen en ook sociaal contact maken. Ik had moeite om te kiezen welk boek zou ik graag lezen. Omdat zij waren boeken die bij mij goed pasten. Ik heb eindelijk Bevrijd van Simon Gronowski en Konrad Tino gekozen. Omdat het over de Tweede Wereldoorlog gaat. En ik ben echt gepassioneerd over dit onderwerp. Ik denk dat het een les voor ons is, voor ons geschiedenis. Ik denk dat iedereen moet iets ervan leren. En ik denk dat zulke dingen moet nooit weer gebeuren. Wel, ik was in Mexico toen de workshop plaats noemen, maar ik heb over creativiteit geleerd. Het was de belangrijkste workshop voor mij. Ik heb geleerd dat iedereen is creatief op hun eigen manier. En ja, creativiteit was een onbekende woord in mijn woordenschat. Ik dacht dat ik niet creatief was, maar ja, ik realiseer me nu dat ik ben wel creatief. Mijn favoriete quote is: we kon de ondenkbare denken.